take 2. Beste mensen, ik heb heel zware corona gehad en ik ben echt kwaad en pissig omdat er mensen zijn die laksheid hebben en scheid hebben aan alle regels. Hoe komt het? Ik ben vanaf zaterdag heb ik zeer zware corona gehad. Ik heb 4 dagen plat gelegen, gekrepeerd. Echt gekrepeerd. Ik ben nu nog een beetje ziek. We zijn ongeveer bijna de 7e dag. Echt mensen, ik kan geen antibiotica of geen pijnstillers verdragen. Of vooral, ik kan geen medicatie verdragen. Veel medicatie niet. Heel veel niet. Mensen weten dat met Nidia of Nividia of wat is dat wat ik niet kan verdragen. Nedelak of zo. Wat is het allemaal? Maar dan is gaan werken en dat is onze zoveelste bij dezelfde klanten altijd. Hè. We hebben dat nageschrokken nu. Dat is altijd bij dezelfde klant die niks zegt. Hè. Meestal niks zegt. Mensen heeft daar mijn madame heeft de bedden goed veranderd, lakens, linnen. Ja. En dat klopt, hè. Dat is maandag en woensdag is die ziek geworden. Hè. Strontziek, ja, corona-test gedaan, 2 testen gedaan, 3 testen gedaan, allemaal positief. Maar ik had ook al zo'n stilleke steek overal. Hè. Ik dacht, ik ga zo'n test doen, ik heb niks. Hè. Pas, 2 streepjes, dus dat kan niet, hè. Dat klopt niet. Hè. Ik heb nog nooit 2 streepjes gehad. Ja, ik heb dat ooit gehad, miniem. Maar toen heb ik juist na mijn eerste spuit. Ja, ik doe een 3e, 2e test. Weer al 2 streepjes. Ik zeg, ja, daar gaan we. En op zaterdag was ik plat, hè. Ik lag plat op mijn rug. 2 dagen, bijna geen adem. Geen lucht meer wat gekrapeerd hebben. Ik heb echt alle ziektes die er zijn in 1 keer gehad. Hè. Echt. Dat is gewoon corona, dat is gewoon alles tezamen. Hè. Tegen de 40 graden koorts. Pff, en dan niks geen medicatie kunnen verdragen. Maar het zou toch niet helpen. Vandaag ben ik een beetje. We zijn nu zaterdag, nu zijn we vandaag woensdag. Ik ben nu pas een beetje bergop aan het gaan. Maar van binnen hier alles in mijn lijf. En mijn lijf hè, is nog de kloot. Hè. Echt. Ik heb overal ben 5 kilo afgevallen. Dat is het positieve, dat ik 5 kilo ben afgevallen. Dat moeten we houden. Maar voor de rest, man, balans, joh. Maar dan mezelf nog een beetje ziek. Dus ik vind dat spijtig dat er zoveel laksheid bestaat en de mensen ook niet hun handen ontsmetten of niks. Die zijn ziek geweest of die zijn ziek en die gaan gewoon naar de winkel. Die zien iemand, hé, hey, hoe is het? Nou, geef een hand, hoe is het? Kent je? Ik vind dat smerig. Stel je voor, die mensen die waar nu zijn besmet is geraakt waarschijnlijk. Ja, die kunnen alles verdragen, die hebben alles in huis. Ja, we hebben hier nu een vliegtuig vliegen, kijk, ik weet niet of je die ziet. Er vliegt van alles hier boven ons. Hier is Zaventem, hier richting Biersaint-Luik. Dus, die laksheid, ja, dat is ongelooflijk. Dus dat is al zoveel de keer dat mensen denken, ja, maar die hebben risico gepakt. Laat die poes van maar komen. Moet dat besmet zijn, heeft ze pech. Ja, zo werkt dat niet, hè. Zo werkt dat niet, hè. Wij liggen nu alle 2 samen 2 weken plat. Tel u uit wat loonverlies dat is, hè. En wat de miserie dat met zich meebrengt, hè. Denken die dan niet zo ver? Voor hen is dan maar even een telefoontje gedaan. Ja, madame komt toch niet poetsen. We zijn besmet geweest. Ja, we zijn juist uitgezweet, want die waren gewoon nog verkouden. Ja, want er lag allemaal medicatie en hoestsiroop. Nee, bel dan en zeg dat mensen best niet komen. Nee, we gaan toch de risico pakken om te zeggen, nu laat die poets voor me komen. Als ze pech heeft, heeft ze pech. Ja, sorry, hè, daar kan ik niet mee leven. Er zijn mensen die op hun buik liggen 6 maanden lang en kapot gaan. Hè. Voor die mensen nu, die zeggen, oh, neem die risico maar als ons kot maar gepoetst dus. Ik vind dat schande. Als dat mij lag, ja, dan komt die nooit meer bij die klant. En dan mag hij miljonair zijn, dan mag hij stront zijn. Dat interesseerde me niet, want ik ben echt pussig. Hè. Want ik zou een brik op mijn kop smijten. Want dat is al de 2e of 3e keer dat die om ons kloot spelen. Hè. Ik kan daar niet mee lachen met zoiets. Echt niet. Ik speel met mensenlevens. Maar wie weet hoeveel wij nu anderen nog besmet hebben. En zij ook nog eens. Want die hadden nog een begrafenis en zo. Sorry, ja, van plaats een beetje na te denken, nee, want de laksheid. Sorry mensen, ik zeg mensen, wees voorzichtig, hè. Wees voorzichtig. Als je ziek bent en je hebt dat, moet je niet opsluiten, hè. Doe een masker aan. Soms met je handen, dan kun je gewoon minder andere mensen aansteken, moest je toch weggaan. En anders blijf je thuis tot je ziekte over is en dan nog, doe een mondmasker aan. dat je zeker 100% van je levens, dat je niemand anders aansteekt. Want zo gaat dat weer de ronde. Hè. We worden toch nu weer al zo'n fiesta van maskers dragen, dit, dat, je kent dat. Hè. Dus mensen, sterkte, please, en geef er een lab op. En voor die mensen die echt lak zijn, hè, ik heb er echt scheid op. Echt, die verdienen een pak rammel. Echt, die verdienen gewoon een pak rammel. Echt, als ik een stok hier had en ik kom ze niet tegen, hè, sorry, hè, ik kan er niet meer lachen. Ik lag er potverdomme plat. Hè. Echt, potverdomme, ben ik kapot aan het gaan. Voor 10 seconden een telefoon te doen, hè, je kent het wel. Oké, tot de volgende piece, geef er lab op. En vergeet te abonneren en te liken, want ik leef nog. Hè. Filmpjes volgen nog. Tot de volgende.